was een wedstrijd die moeilijk op gang kwam aan beide kanten. En eigenlijk zat de verdediging goed, ging het in de aanval wat minder. En zij hadden inderdaad veel aanvallende rebounds. De tweede helft kwam wat meer in momentum. We wilden wat meer 1-1 spelen in plaats van de plays. En dat lukte eigenlijk heel erg goed, terwijl de verdediging eigenlijk net zo sterk bleef. Plus dat ze geen aanvallende rebounds meer hadden. Nou, dat was het verschil. Het was een goede wedstrijd, vond ik, van ons. Ja, we moesten hem ook winnen. Het was een belangrijke wedstrijd voor in de pool om nog een beetje erin te blijven. En ik denk dat we dat een goede pot hebben gespeeld. Gezamenlijk proberen dan op een gegeven moment vooruit te komen in die wedstrijd, dat lukt. Ja, en dan staat er één iemand op, dat is Taylor. Die doet natuurlijk wat vaker, maar het ook Worthy kunnen zijn of Braxton of andere spelers. We came out at halftime, we was up. And we've been struggling in the third quarter throughout the season. We just preached to our guys to have to go out there and get a big win. So we can have a chance to advance in this Euro Cup. Ik ben altijd kritisch op mezelf. Nee, ik was al tevreden vandaag. Je had goed in de game. Ja, ik speel ook lekker met zelfvertrouwen. Dat is bij mij belangrijk. Als ik met zelfvertrouwen speel, komen de dingen vanzelf. En dan gaat het vanzelf lekker. Games don't go like you're supposed to go every time. First quarters, like you said, was a little bit tougher. And we broke them down and we persevered and came through. And that's how our team rocks. You know what I'm saying? We just keep fighting and fighting. And that's how I play. And that's how I try to demonstrate to our guys. We moeten meer aanvallen dan rebounden. En ik probeer gewoon daaruit ook energie te halen voor mezelf. Van als ik een keer een bal heb of ik leg een bal in. Dat zijn gratis ballen en het geeft jezelf ook energie. Het derde kwart wat beslissend is, want het was in de eerste twee kwarten, maar zacht gezegd, niet van een leien dak. Nee, ik vond het een beetje rommelig ook. Vooral in het begin de ballen die op de driepuntslijn vielen en dan rebounds voor hun. Ik had ook heel veel aanvallende rebounds tegen. De tweede helft was iets gestructureerder en ik vond dat we goed als team ook samen speelden vandaag. En de plus is, je doet gewoon nog mee in Europa. Maar maakt het seizoen allemaal een stuk leuker ook. Dus ik hoop dat we nu volgende week tegen Bratislava moeten. Ja, dat we die ook gewoon oprollen. Dan zou het mooi zijn. In the first half, I try to let the game come to me and get my guys involved. I know they know how I play. Third quarter, I just had to play, be aggressive, take what they gave me, and been successful. And it was a good game for all of us and a big win in front of a great home arena.